praktisch. Brood maken, lekker bij het vuurtje. Eten klaarmaken met vuur is sowieso leuk. Helemaal brood. In de Bijbel komt heel vaak brood voor. Neem nu alleen het leven van Jezus. Het begint al bij zijn geboorte. Want waar wordt hij geboren? In Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Hij is het die het brood brak en uitsprak. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Voor jullie verbroken. Dat deed hij bij het Pesachfeest. Jezus gaf zijn eigen leven, zijn eigen lijf, zijn eigen lichaam, zijn eigen brood voor ons. Hij deed dat bij het Pesachmaal, het ongezuurde broodfeest. Ofwel brood zonder zuurdezen, zonder gist. Een plat en ongerezen brood. Gist laat het brood rijzen en maakt het groter, creëert lucht. Gist is in de Bijbel ook een metafoor voor zonde. Het vermenigvuldigt, het wordt groter, het is opgeblazen lucht. Het dient nergens toe. Maar toch maakt het brood lekker luchtig. Zonde in jouw leven en in mijn leven kunnen gaan woekeren, groter worden. Zo groot dat het lijkt alsof dat echt heel belangrijk voor je is. En je niet meer zonder kunt. Of het nu gaat om materiële zaken, of geldzucht, of pornografie, eten, aanzien, shoppen, social media, zekerheden. Ze kunnen je leven behoorlijk opblazen. En toch is het maar lucht. En van lucht kun je niet leven. En niet van lucht, maar wel van Gods adem. Gods adem is levensbelang, zijn woord. In Matthäus 4 lezen we wat Jezus het volgende zegt. Matthäus 4, vers 4. Ik haal deze even af. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Er zijn ook mensen die geen woorden van leven spreken. Geen woorden van leven, maar juist tegenovergesteld. En dat lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 16. Waar Jezus het volgende zegt tegen zijn leerlingen. De leerlingen voeren naar de overkant. We waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei. Wees terdege op je hoede voor de zuurdezen van de Farizeeërs en de Sadduceeërs. Begonnen ze met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. En Jezus, die merkte het en zei, kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie dan nog niet? En herinneren jullie ook de 5 broden en de 5000 niet? En hoeveel mannen jullie weer ophaalden? Mooi is dat, hè? Oftewel, naar welke woorden luister jij? God is iemand die het mooi vindt om alles om te draaien. En Jezus zien we dat ook doen. De minste wordt de grootste, het lam is de leeuw, maar ook met gist. Gist wordt vaak in de Bijbel gezien als iets negatiefs, als iets wat lucht, gebakken lucht is en staat voor zonde. Maar in Matthäus 13 draait Jezus het gewoon even om. En Jezus is zo groot dat hij het gewoon durft te vergelijken met iets positiefs. Lees maar mee in vers 33. Matthäus 13 vers 33. Daar staat, hij vertelde een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdezen, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel doordezend was. Gaaf, hè? Daar vergelijkt Jezus de kracht van het koninkrijk, de kracht van de hemel, met de kracht van het zuurdezen. Het doordrenkt het meel en doet het rijzen. Jezus heeft woorden van leven en hij bemoedigt jou. Hij bemoedigt jou en mij en dat als wij God vragen om een brood, hij geen steen geeft. Hij kent jou. Hij weet wat je nodig hebt. Wat je brood nodig hebt. Dus focus op hem. Shalom.